Jij bent gewoon de eerste die dat mag doen. 500 mensen. Ja. Beatrix Theater. Ja. Hoe lang is dat geleden dat je voor een grote zaal... Zo, volgens mij zijn we in maart ergens het theater uitgeplukt. En toen was het gewoon ineens... cancel maar alle voorstellingen. Ja. Of toen zijn we nog een tijdje op 1,5 meter verder gegaan. Ja. Maar het wordt nu dus ook wel echt hoog tijd. Als je ziet dat we vanaf maart eigenlijk... zeg maar bijna een jaar onderweg. Ja. Ja, wordt het nu wel eens tijd om een keer te gaan testen. Ja. Voel je ook bevoorrecht? Want hoe ben jij hierbij gekomen? Heb je jezelf opgegeven? Ik heb een open sollicitatie gedaan bij Field Lab. Nou, kijk, ik, in mei heb ik zelf een theater gebouwd... Om te laten zien dat er meer mogelijk is... Als je een beetje creatief met regels omgaat. Want gaan we niet creatief genoeg om met... Nou ja, ik vond toen... hier had ik 3 zalen gebouwd... waarin 3 zalen 3 keer 30 mensen konden zitten... zodat ik toch uiteindelijk... plus het terras erbij voor 100 man kon optreden. Ik zoek altijd naar oplossingen. Ik wil namelijk die evenementenbranche en die theaters weer open... en terug naar een oude situatie. Ja, er is nu dus een plan daarvoor, meneer Lubbers. Zij hadden een plan en toen heb ik letterlijk gebeld van... kan ik jullie helpen? Ja, en dat mag dus. Ja. Wat is het plan? Wat houdt de pilot in? We gaan 4 type evenementen onderzoeken, verdeeld over 8 pilots... En een daarvan is inderdaad de theatervoorstelling van Guido... maar ook een zakelijk congres, 2 festivals... En ook concerten in de Ziggo Dome en een dance event. En 2 voetbalwedstrijden. Ja, precies. En dan laten we even een voetbalwedstrijd nemen. Dan mogen dan 1500 man heen. En mogen die gewoon allemaal bij elkaar zitten, zingen, schreeuwen? En... Nou, we verdelen dat, zoals wij dat noemen, in verschillende bubbels. Dus eigenlijk gaan we... Maar wel in 1 ruimte? Nou, in verschillende ruimtes. Maar wel verdeeld over bijvoorbeeld het stadion. En in het Beatrix Theater is dat verdeeld over het Beatrix Theater. En dan worden in het Beatrix Theater 2 aparte groepen gecreëerd. Dat noemen wij de bubbels. We hebben eigen entree, eigen garderobe, eigen barren... en een bepaalde plek in de zaal waar ze kunnen zitten. En van tevoren getest, hè, geloof ik? Iedereen is van tevoren PCR getest. Alleen met een negatieve test heeft men toegang tot het evenement. Ja, dus in principe, meneer Vos, komen daar alleen mensen die geen corona hebben. Althans, dat kan je aannemen. Wat kan je dan nog ontdekken als wetenschapper? Nou, het gaat bij dit onderzoek of bij deze praktijktest... gaat het helemaal niet om infecties. Dus we zijn daar niet geïnteresseerd. Die moeten we buiten de deur houden. Het gaat puur over de contactmogelijkheden. Hoe vaak hebben mensen contact? Maar we nemen aan als er 500 mensen komen... dat ze allemaal met elkaar contact hebben. Maar waarschijnlijk is het alleen een heel kleine groep. En daarom gaat het dan vaststellen... waar zijn de contactmomenten? Hoeveel zijn ze? Hoe groot zijn de risico's? En op deze manier eigenlijk voor de toekomst... proberen net ietsje buiten de generieke maatregelen... maar met andere maatregelenpakket toch te komen tot tenminste een bezetting... zodat de branche ook door kan gaan. Maar loslaten van de 1,5 meter regel? Ja, dat is de vraag, het is, in delen is het loslaten van de 1,5 meter, bijvoorbeeld bij het plaatsnemer... maar niet bij het aan de kassa staan en niet bij het binnenkomen. Dus deels wel, deels niet. En ja, we moeten kijken, wat doet het eigenlijk met de mensen? Hoeveel mensen zouden dan at risk zijn... voor een mogelijke infectie als ze niet getest waren. Maar als iedereen negatief getest is, dan is er toch geen risico? Of zie nee, het gaat niet om infecties. Het gaat over de contacten tussen mensen. En het aantal contacten en de tijd van de contacten... bepaalt natuurlijk op mensen in the real life... een risico op een infectie zou Want ze hebben allemaal een soort tag of een button bij ze? Ze hebben allemaal een tag en button. Dus er zijn videocamera's. We kunnen later precies zeggen hoe lang iedereen met iemand in contact geweest is. Hoe frequent en met de video-observatie. Maar stel, daar komt uit. Iedereen heeft maximaal 2 minuten contact gehad met iemand anders. Dan kan je zeggen van nou, dat is echt te kort om besmet te raken. We kunnen wel weer een beetje open met dit soort dingen. Ik probeer te begrijpen wat het u oplevert. Het gaat precies daarover van hoeveel mensen krijg je in een zaal. Wel, daarover gaat het. Ja. Dus een intelligente oplossing hebben we net gezien. 30-30-30 kan, maar is heel, kost heel veel energie. Je wil natuurlijk uiteindelijk toch weer meer mogen dan het nu kan. Mm-hmm. Maar hoe doe je dat veilig? Hoe zorg je ervoor dat de groepen klein blijven? Hoe zorg je ervoor dat zelfs zou er een besmetting zijn... dat maar heel gelimiteerd is? En om die data daarvoor te verzamelen... zijn al deze track and trace, de video-observaties, de vragen, et cetera, zijn niet nodig. En allemaal wel bedoeld om uiteindelijk een generieke maatregel... zelfs de 1,5 meter maatregel die voor evenementen echt... Killing is om daar een economisch model van te maken... om te zorgen dat we wel een veilige set van alternatieve maatregelen... tegenover bepaalde generieke maatregelen kunnen zetten. Maar stel je voor, dus jij gaat